Ja, vrienden, je kijkt hier naar Madeleine. Ja, Madeleine thuis. Ja, Jut is er niet. Jut is even in Nederland. Ja, familiebezoek. En ja, er zit hier Madeleine. Ja, het is even wat. En dan kom je er ook achter. Los dat het heel ongezellig is, dat is één. En twee is dat ik Jut natuurlijk heel erg mis. Maar je komt er ook achter hoeveel dingen zij eigenlijk doet op zo'n dag. Ja, want ja mannen, ik heb het even over wij onder elkaar. Wij hebben geen idee wat die vrouwen allemaal doen. Door zo'n hele dag heen. Allemaal dingen die wij niet zien. Waar wij geen oog voor hebben. Geen idee van hebben. En dat moet ik nou ook. Ja, niet alles. Maar dat moet ik ook een aantal dingen van doen. Nu. En dan denk ik. Wauw. Wat zijn wij eigenlijk. Een stelletje verwende kwasten. Ja, dat moeten we wel even toegeven onder elkaar. Want goeiedag zeg. Ik heb een aantal van die dingetjes heb ik eens even op een briefje gezet. Van wat er zo al de dag passeert. Van wat zij allemaal doen en wat wij niet weten. Kijk, ik begin al de dag nu met Pep uit te laten. Dat is al eigenlijk een functie die ik gelukkig dat niet heb. En ik mag dan wat uitslapen, maar ja, hey, dan gaat Jut al heel vroeg in de ochtend met Pep lopen. Dus die moet ik nou ook doen. Ja, en dan begint het, hè. De vaatwasser, die moet ik nu ook helemaal doen. Ik niet alleen een beetje in of uitruimen, nee, ik moet het maar ook gaan bedienen en zo. En dan hangt er ook een briefje bij van, je moet op die knop drukken, Ja, maar dat doe ik al nooit. En dat deed ik dus ook gisteren. En dan gebeurt er gewoon ook niks, weet je wel. Dan sta je wanhopige man alleen die de vaatwasser niet aan de praat krijgt. Ja, en dat is hem dan. Ja, dat soort treurigheid, daar komen we dan in terecht. Omdat wij gewoon verwende kwasten zijn. Ja, en wat denk je van het water bijvullen? Ook nooit. Ja, van het koffiezetapparaat. Ja, dat moet ik dan ook doen. Ja, nou ja, oké, dat doe je dan. Dus je bent eigenlijk, ben je heel, zogenaamd heel druk door de hele dag heen met allemaal van dat soort dingetjes doen ineens. Ja, daar kom je dus nu achter als je dan een man alleen bent. Ja, en wat zeg je van, er stond ergens op mijn briefje ook, wil je even een wasje draaien? met ook allemaal aanwijzingen bij de machine. Dat doe ik niet hoor. Dat laat ik gewoon voorbij gaan. Ja, ik pak gewoon mijn kleren en die gooi ik gewoon allemaal in zo'n wasmand. En dat komt wel aan de orde dan. Als je terug is. Ja. En dat geldt ook voor stofzuigen. Ja, dat doen ze ook allemaal. En dweilen. Dat doe ik. Dus dat gaat mijn neus voorbij dit keer. Maar dat zijn helemaal allemaal van die klussen die ze wel allemaal doen. Beste man, hè? Ja, dat we dat wel beseffen, hè? Nou goed, ik noem nou maar even een paar dingetjes op, hè? Planten water geven. Ja, terras vegen. Ja, dat hoort er allemaal bij. Het eten geven, eten voor Pep. Ja, dat moet ik dus nu ook allemaal organiseren. En zorgen dat ik de ramen openzet. Links en rechts, boven, de slaapkamer, beneden en dan weet ik veel allemaal. Dat hoort er allemaal bij. Bed opmaken, moet je ook ineens. Ja, sta je serieus bij zo'n bed en geen idee ook. Hoe moet dat dan? Ja, weet je wel, dat soort zaken. Boodschappen doen, ik moet boodschappen doen en natuurlijk in de koelkast kijken of alles er wel is wat ik wil hebben. Daar moet ik nu over gaan nadenken. En dan moet ik ook nog eens een keertje gaan nadenken. En wat moet ik vanavond eten? Daar moet ik ook weer over. Hey, je bent de hele dag, die anders vrij rustig verloopt, is een heleboel gedoe in één keer, man alleen. Ja, en dan heb ik nog niet gehad over de wc schoonmaken. Dat moet ook nog eens een keer. Ja. En dan staan ook, vergeet je het aanrecht niet af en toe goed schoon te maken. Ach, vrienden, het is werkelijk. En nou vergeet ik natuurlijk nog een heleboel dingen.
Die die Jut en alle vrouwen eigenlijk altijd maar doen voor ons. Jongen. Hey. Wij mogen onszelf wel een beetje knijpen en een beetje blij zijn, want wij zijn echt hele verwende kwasten.